Goedenavond, dames en heren, en welkom op het wekelijkse webinar van het Belgische crypto-platform Bit4U. Vanavond is Gwen Busseniers wederom te gast. Ze is oprichter van Cryptoschool en geeft heel interessante opleidingen over crypto. Dag Gwen. Hey, dag Francis, dag iedereen. Voordat we weer naar de markt kijken, zoals elke week, even toch aangeven dat het geen financieel advies is. Dus nog Gwen, nog ikzelf. We raden u aan om bepaalde munten te gaan kopen. We doen eigenlijk enkel deze webinar om u te informeren over de cryptomarkt. En kijken we even naar de cryptomarkt. Naar de forse koersstijgingen van de voorbije weken was het de voorbije dagen wat rustiger. De rust lijkt teruggekeerd. Bitcoin lijkt een nieuwe basis te hebben gelegd of gevonden rond de $45.000. Ethereum heeft zijn kamp opgeslagen rond de $3.000, een beetje erboven eigenlijk. En voor het eerst sinds enkele maanden is de hele cryptomarkt weer $2.000 miljard waard. Is dit een stilte voor de storm, die rust van de voorbije dagen, of gaan we toch een zekere consolidatiefase in volgens jou, Gwen? Geen van beide. Ik denk dat we goed op koers zitten, maar dat we inderdaad even in een adempauze zijn. Die adempauze is misschien niet zo kort als stilte voor de storm. Misschien dat dat toch wel nog wat langer kan duren. Dat valt te bekijken. Maar zoals we vorige week zeiden, alles is inderdaad terug goed op dreef. Iedereen is wakker geworden. De institutionele beleggers zijn teruggekomen. Dat zien we overal. Dus. Ja. En kunnen we eens, zoals dat we elke week eigenlijk doen, is naar de grafieken van Bitcoin en Ethereum kijken? Misschien eerst Bitcoin, de grootste van alle munten. Hoe ligt het er volgens jou technisch bij? Wel, we gaan beginnen waar dat we vorige week zijn gestopt. Hè. Dus vorige week wou ik jullie eigenlijk dit tonen. Dat onderste, dat waren die hash ribbons. Die hash ribbons waarvan we weten, als er een dip is geweest, een sell signal, zo'n groen bolletje, dan meestal, of bijna altijd in het verleden, als er dan een blauw bolletje kwam, dan waren we eigenlijk vertrokken voor de volgende bullrun. Vorige week was het blauwe bolletje net verdwenen, maar zie hier het bewijs, het blauwe bolletje. Vorige week je hebt zei het ik toch ook zelf al niet erop getekend, hè? Nee, het is niet gefotoshopt. We zagen ook aan die MACD hierboven, die is mooi aan het optikken. En ook deze week zien we dat die lijnen gaan kruisen. En we krijgen een eerste voorzichtige groen kolommetje op het histogram. Wat kunnen we hier ook nog zien? Ja, de RSI die is netjes boven de 50 en die is omhoog aan het tikken. Maar we gaan nu wat inzoomen op de daily. Onze kribbels van vorige week, die heb ik laten staan. Dus wat hadden wij vorige week gezegd? Ik ga even de trendlijnen erbij nemen. En ik ga er even een paar verbergen, want ik heb er verschillende getrokken vandaag. Dus vorige week hadden we gezegd van kijk, we dachten eerst, we hadden hier een head and shoulders. Die head and shoulders is nadien zich geëvolueerd in een cup and handle. Ja. En deze week zet dat patroon zich eigenlijk mooi voor. Die cup and handle die is aan het uitbreken naar boven. Target is dus van een cup and handle is als je de... momentje. Een beetje groter, want het is tot hier. Theoretisch zou dit dus ongeveer de target zijn. Samen hier met die mooie weerstandszone van rond de 657.000. Ja. Nu, als we dan gaan kijken naar onze andere factoren, we nemen even onze order blocks erbij, dan zien we dat we hier aan een weerstandszone zitten. Dat zie je hier ook in die VPVR. Pardon. En je ziet ook hierboven dat onze MACD, die is een beetje, moet ik zeggen, toppy aan het lijken. Hier ook aan het, de RSI. Je krijgt hier in de RSI trouwens een hele mooie bearish divergence. Dat wil zeggen, de prijs gaat omhoog, maar de RSI gaat naar beneden. Dat duidt op een correctie. Dus ik denk niet dat we in één keer naar die 56 gaan gaan. Ik vermoed dat we tussendoor nog een beetje zullen swingen. Ja. Nu, om dan te zien hoeveel dat we gaan swingen, ik ga dit hier wat groter terugmaken. Zo.
Dan zullen we even de Fibonacci's erbij pakken. En ik ga enkel... Dat is de juiste tonen. Het zijn fijne lijntjes, dus ik ga het even ook erbij vertellen. Dit is de Fibonacci, een retracement genomen van de top naar deze low. En Bitcoin of crypto, die gaan vaak corrigeren naar het 0,618, dus 0,618. En dat is, ik zal er een lijn bij trekken, dat is vlak hier. Hier heb je ook een weerstandszone en hier zie je ook, hier zitten we ook aan een liquiditeitszone. Dus ik verwacht, maar we kunnen altijd verkeerd zijn, ik verwacht hier een beetje weerstand. Misschien dat we dan hier terug tegen die trendlijn gaan botsen, eer dat we terug naar boven gaan. Nu, het kan even zijn dat we dit doen. Ja, dat zal de markt moeten uitwijzen. Maar we zitten hier wel dus met een gebied waar dus Bitcoin een beetje kan heen en weer botsen, zal ik zo maar zeggen. Nu, als we gaan inzoomen, want ja, de meeste mensen die zien momenteel, en nu zal ik deze twee hierbij nemen, en ik zal even gaan inzoomen op de 4 uur, dat doe ik zelden. Meestal zou ik zeggen, als je een lange termijn trader bent of een beginner, begin dan op de daily, maar hier maak ik een uitzondering. Dat heel veel mensen, die zijn eigenlijk hier deze wedge aan het bezien. Dus je hebt hier een bovenste lijn, en dan heb je hier deze wedge. En een wedge die naar boven loopt, traditioneel breekt die uit naar beneden. Wat het vermoeden weer bevestigt dat we waarschijnlijk gaan corrigeren naar beneden voordat we naar boven schieten. Maar ik zeg het, altijd in zo'n zones oppassen, want daar kunnen ook eerst wat traps zijn. Nu, die wedge die kan evengoed, ik ga de fullscreen hier pakken, die wedge die kan evengoed nog omhoog gaan, want, pardon, persoonlijk, ik... Bekijk hier dit kanaal. Dit is een kanaal en je ziet eigenlijk dat momenteel de prijs mooi in de bovenkant van dat kanaal botst. Ik zie het even goed mogelijk dat we rustig verder botsen, hier naar boven, tot aan die 0,618, dat is zo rond de 51.000, voordat we misschien de eerste keer naar beneden gaan testen. Dus dat is allemaal te bekijken, maar dat zijn dus de levels om in de gaten te houden. Ik ga hem even terug op daily zetten. Sorry. Dus de levels zijn hier een, hier de 51.000. Daar zit veel resistance. En vervolgens hier op de rond de 56.000. En tijd zal het uitwijzen. En dus maar eens, eens dat we door die 56 zijn, is het denk ik happy times, want dan zie je hier bijna geen weerstand meer. Ja. En waar ligt de steun? Als we dan de komende weken misschien wat minder goed zullen evolueren of je weet dat ik hou van de trendlijnen op de RSI en ik heb nu voorzichtig hier onderaan deze steunlijn getrokken op de RSI. Nu, je ziet, die ligt ver beneden. Dus mijn steun, of toch waar, ja, waar ik momenteel eigenlijk het meeste naar neig, is rond de 40.000. Ja. 42.000, 40.000 zo, denk ik, dat we maximaal kunnen naar terug gaan. Maar al bij al zie ik het positief in. Ja, ik heb dat genoteerd, dus ik ga daar volgende week zeker op terugkomen en even kijken hoe het dan zit met die zone, dus 40.000, 51.000, waar we ons dan bevinden. Maar vorige week was je toch iets minder positief voor Ethereum, hè? Het laatste dat ik nog wou zeggen over Bitcoin, Francis, was dat het heel positief is dat we hier onze 200-dagelijkse, de groene lijn, hebben terugveroverd. Dat is echt een hele belangrijke. Dus dat is zeker bullish. Wil dat zeggen dat we daar niet terug even onder kan gaan? Nee, maar het is zeer positief nieuws. Ethereum, we gaan even naar Ethereum. Daar was het toch iets minder over te spreken vorige week. En dat blijft, hè. Hier heb ik ook mijn tekening laten staan. We zagen hier een double bottom in Ethereum, die we trouwens bijna over de gehele altcoin-markt kunnen zien. Heel veel coins hebben momenteel een double bottom patroon. We gaan straks ook de dominantie bekijken. Dus ik denk zeker dat we voor de poort staan van een altcoin seizoen. Laten we hopen dat die deuren wijd open gaan. Maar Ethereum, inderdaad, daar was ik minder positief over.
Om twee redenen. Eén, we hebben hier bovenaan een weerstandszone rond de 3700, 4200. En vooral weer, we kijken hier naar die RSI, hè. Dat zei ik vorige week ook al. We hebben hier een resistance aan de bovenkant. En daar zijn we nu netjes tegen aan het botsen. Ja. Dus ik denk bij Ethereum, dit is voor mij nog steeds bullish, maar ik denk dat we eerst wat zijwaarts gaan moeten gaan. Ja, het is natuurlijk wel heel snel gegaan, hè? De voorbije, laten we zeggen, 3-4 weken naar die hardfork toe. En dan zelfs bij die hardfork blijven doorstijgen. Bijna uitsluitend groene candles. Ik denk dat we eerst even misschien wat moeten consolideren. Ik denk, bodem bij mij is 2046. Dat is waar ik die witte lijn hier heb getrokken. Maar ik, ja, ook daar te bekijken, al naar gelang het nieuws dat we gaan krijgen over Ethereum. Maar eigenlijk zit Ethereum goed. Als we gaan kijken naar de fundamentele, de fork is geslaagd. Er worden veel Ethereums verbrand. Dat is goed voor de prijs. NFT's boomen weer. Ik zag dat zowel Marvel als wat was die andere grote, Coca-Cola. Je hebt nog een paar grote hoor, die zich op NFT's gaan smijten. Dat is alleen maar... Ja, inderdaad. Maar... Je blijft maar goed nieuws krijgen. En dan kom ik bij iets anders dat je vorige week hebt gezegd. Belang van andere munten is aan het toenemen. Misschien kunnen we even de ronde van de markt doen, want er zijn toch wel verschillende munten die zich hebben laten opmerken de voorbije week. In tegenstelling tot Bitcoin en Ethereum, die vrij stabiel zijn gebleven, naar crypto-normen weliswaar. Maar bijvoorbeeld Cardano deed het uitstekend, zat enorm in de lift. Kan je ons wat meer vertellen over deze munt en wat zit er achter die enorme stijging van de voorbije week, 2 weken? Cardano, die gaan eigenlijk hun mainnet launch starten. Dus wat wil dat zeggen? Dus Cardano, eerst een paar woordjes over Cardano zelf. Hè. Cardano zelf is een platform waarop gaan kunnen smart contracts gemaakt worden. Dus denk aan applicaties. Het is eigenlijk een rechtstreekse concurrent van Ethereum. Van Ethereum, inderdaad. Nu, zij gaan in mainnet launch. Nu, wat is een mainnet launch? Als een... cryptocurrency eigenlijk wordt gemaakt, ja, dan gaan die eerst een ICO lanceren en dan wordt er een token gelanceerd. Zelfs nog voor de lancering van een token kan je al beginnen investeren in die munt. Tijdens de ICO of een IPO of een IEO, dat is de lancering via een exchange, kan je ook investeren, maar nog steeds investeer je in een niet werkend product of een product in ontwikkeling, zoals de overgrote meerderheid van alle cryptocurrencies trouwens zijn. En het is pas zodra dat die coin dan, want het is hier een platform, dus dan spreek je van een coin klaar is, dat mainnet launch gebeurt en dat het eigenlijk gebruiksklaar is. En dat heeft Cardano hier zo zwaar doen stijgen. Maar één kleine kanttekening. En nu moeten we er even de grafiek van bijnemen van Cardano. Oké. Dus Cardano, je ziet, die heeft hier naar aanleiding van die launch een enorme run opwaarts gekend. Maar botst hier tegen een weerstandszone. Het enige dat mij hier zorgen baart, is dat de RSI, die is hoger. Maar de prijs is tot nu toe lager. Dus we gaan hier een trendlijn trekken met de prijs. Dan zie je ofzo wat ik bedoel. De trendlijn helpt naar beneden. De RSI gaat naar boven. Dat wil zeggen dat we een bearish divergence gaan kennen. Dus dat we een tijdje omlaag gaan gaan. En ik vermoed terug naar deze weerstandszone. Alvorens we verder naar boven gaan. Dus hou deze trendlijn in de gaten. Ik heb hier ook in de RSI een horizontale witte trendlijn getrokken. En je ziet, die heeft ook heel mooi tijdens heel die run-up hier weerstand geboren. En daar moeten we nu door zien te geraken. Ja, dat is toch een munt die munt dat bijna op het niveau staat van de vorige positieve beweging, zou ik maar zeggen, in de markten. Inderdaad, het Cardano gaat al lang mee. Het werd ook inderdaad gelanceerd als een Ethereum killer, maar in het begin natuurlijk elke nieuwe token of coin dat smart contracts toelaat, zou een Ethereum killer zijn. Maar Cardano is zijn belofte toch aan het waarmaken. Nu, niet voor niets, Cardano, een van de
hoofdfiguren binnen Cardano is Charles Hoskinson en dat was een van de medeoprichters van Ethereum. Dus het is zeker een munt om op onze lijst te zetten. Ja. Kunnen er de komende weken en maanden zeker op terugkomen. Ja, kijken het gaat als het een vaste waarde worden, denk ik, binnen de cryptomarkt. Ja, ja, want hij is ondertussen ook al gestegen in de top 5 qua marktcap. Dus zeker een munt om in het oog te houden. Kijken als het door die vorige topkoers kan gaan. En dan wat te denken van Dogecoin. Deed het ook uitstekend de voorbije weken. We hadden vorige week ook al gezegd dat weer wat speculatief geld in de markt aan het komen is. En dan kom je natuurlijk bij Dogecoin terecht. Elon Musk heeft weer van zich laten horen. Ja, inderdaad. En niet alleen. Wat zit er precies achter dat die munt terug tot leven is gekomen? Eigenlijk niet zoveel speciaal, hoor. Er was een miljardair, wat was zijn naam nou weer? Mark Corbin, denk ik dat hij noemt. Ja. Van de Mavericks. Ja, en die had zich op Twitter uitgelaten dat Dogecoin een goed betaalmiddel was, waarop dat Elon Musk simpel eenvoudig weg heeft gezegd, op zijn Elon Musk staat, zeg ik, al lang, punt. Meer was het niet. Ja. En dan bij een andere voetbalclub gaat Dogecoin op de shirts verschijnen. Maar dat heeft eigenlijk niks te maken met Dogecoin zelf. Wat zit erachter? Ja. Een van de hoofdsponsors, een hele grote sponsor, $700.000 denk ik. Dat is een gokplatform, stake.com. Ik heb daarnet eens geprobeerd om erop te geraken, maar vanuit mijn browser mocht het zelfs niet. Dus, dat is wel een goede zaak dan. Ja. Dat zijn gewoon gokplatforms en die zetten natuurlijk iets populairder op. Vorig jaar was het Bitcoin en nu hebben ze er gewoon Dogecoin opgezet. Maar Dogecoin zelf... Het is toch wel frappant dat van zodra dat er een paar mensen over spreken, dat die munt terug tot leven komt. Terwijl dat er de voorbije maanden geen leven meer in zat, blijkbaar. Maar dat het toch heel snel terug kan worden opgepikt. Is dat een beetje de sign of the times met die meme stocks en dat meme gedoe eigenlijk? Ja, maar dat heeft ook te maken, twee dingen. Inderdaad, het is een meme coin, dus hoeveel meer erover gepraat wordt, hoe beter dat hij het doet. Nu, pas op, in Azië wordt hij wel gebruikt als betaalmiddel. Dus het is niet dat die coin geen enkel nut heeft. Ja? In Azië wordt hij dus wel degelijk gebruikt als betaalmiddel. Nu, ook weer, de hele altcoin-markt zit eigenlijk een beetje in een opgang, want die wou ik nog daarnet tonen, dat was de grafiek van de Bitcoin-dominantie, als ik die nu even mag tonen. Ja. Zo, hier zitten we aan de Bitcoin-dominantie. Ik ga deze even vergroten, want hier hebben we onze andere indicatoren niet nodig. En ik ga die... En eigenlijk hier, als de Bitcoin-dominantie daalt, dan heb je een altcoin-season en dan gaat in zijn geheel de market cap omhoog. En hier zien we, hier hebben we een altcoin season gehad. Hier was een belangrijke trendlijn. Daar zijn we terug onder. En ik denk, zolang dat we hier naar beneden gaan, of zelfs nog lager, laten we het hopen, gaat gewoon de altcoinmarkt naar boven schieten. Ja. De altcoinmarkt, voor diegenen die dat niet weten, die kan je oproepen door in CoinMarketCap hier gewoon Total 2 in te vullen. En dan krijg je eigenlijk het omgekeerde plaatje van daarnet. Hier zie je een mooie stijgende grafiek en dat zijn de dominantie van alts. Ja, en over alts gesproken, bijvoorbeeld die Ripple, die toch ook nog altijd een grote jongen is, altijd in de top 10 staat, lag ook goed in de markt de afgelopen week. Wat is daar aan de hand, Gwen? Goed, even kijken naar Ripple. Ripple die heeft eigenlijk hier... We zien dat een belangrijke trendlijn doorbroken. En ik denk als we inzoomen, ik ga het even heel groot gaan, dan zie je, momenteel is hij dat aan retesten. Dus een mooie run naar boven. Ik denk ook wel dat hij even zal moeten consolideren, maar net zoals bij alle andere alts, double bottom en we gaan omhoog. Ik denk als je momenteel 9 van de 10 charts opent, ga je hetzelfde plaatje zien. Ja. Dat zijn alle alts die double bottoms maken en die terug naar hun vorige hoogte aan het vliegen zijn. Klopt, dat klopt, maar die ripple is toch vrij spectaculair op een vrij korte periode. Op nauwelijks 2-3 weken tijd. Ja, maar het is ook Ripple. Er sijpelen ook positieve geruchten door van de rechtszaak. Ze sluiten ook goede deals.
Dus in de B2B doen ze ook goede deals met banken. Dus fundamenteel zitten ze wel oké. Ja? Het is die rechtszaak dat zo'n beetje het zwaard van Damocles is, maar ja, het nieuws dat doordringt van de rechtszaak is meestal tot nu toe in favor van Ripple geweest. Ja, en we kunnen stellen dat die ondertussen gewoon goed verder boeren. Ja, want de rechtszaak is niet tegen Ripple zelf, hè. De rechtszaak is niet tegen Ripple zelf. Het is tegen de voormalige, functionarissen van Ripple. Ja, ja. En dan, we gaan de altcoin-markt een beetje afsluiten en is naar onze sponsor gaan. Het crypto-platform Bit4U, die evenmin stilstaan natuurlijk. En is met enkele acties op de proppen gekomen. Ze willen wat profiteren van de toegenomen populariteit. Enerzijds doen ze een speciale actie, dus 0% deposit fee voor iedereen tot woensdag middernacht. Dit betekent dat tot woensdag elke storting op de exchange gratis is. Normaal is dat 2%, dus een goed moment om te storten. En dan iets anders. In de Bit4U app wordt het ook mogelijk om zogenaamde recurring payments te doen. Weet jij wat dat precies inhoudt, Gwen? Ja, ze willen eigenlijk mensen het makkelijker maken, denk ik, voor hun klanten om te gaan dollar-averagen. De dollar-cost-averaging is eigenlijk een techniek waarbij je op vaste tijdstippen telkens hetzelfde bedrag koopt. Je koopt hier een stukje, hier, 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 zodanig dat je een mooie gemiddelde aankoop- of verkoopprijs hebt. Nu, tot nu toe was dat overal, zover ik weet, een manueel proces. Dus je moet eerst je euro's overschrijven naar je exchange, of je dollars of eender wat. En dan elke week op hetzelfde moment een aankoop doen. Zelf doen. Bit4U gaat dat zelf doen. Ja. Dus je moet er ook, je moet er altijd zelf aan denken. Ja. Bit4U, en zij zijn bij mijn weten de enige die dat nu aanbieden, die gaan deze twee acties tegelijk automatiseren. Dus ten eerste gaan ze automatisch gelijk een soort domiciliering die je zelf kan controleren. Dus als je op vakantie bent, kan je het even stopzetten. Gaan zij dus zorgen dat de euro's naar Bit4U gaan, maar zij gaan ook die aankoop automatiseren. En dan kan je kiezen wat. Dus eender welke crypto van Bit4U kan je dan. Als je zegt, ik wil Bitcoin dollar cost average of Ethereum, dan kan je dat kiezen. Dan zul je waarschijnlijk verschillende moeten opzetten, maar dat zou in principe mogelijk zijn, ja. Oké. En dan sluiten we het webinar af, want de tijd gaat natuurlijk zoals elke week vrij snel. Met een vraag van een kijker. Ik zou graag beginnen mijnen, zegt hij, maar ik weet niet goed waar te beginnen. Hoe moet ik precies te werk gaan? En vind je dat zelf interessant, Gwen? Mijnen kan interessant zijn, maar je moet er toch even over nadenken voor je eraan begint. Ten eerste, bitcoin mijnen, dat kon je vroeger op je laptopje bij wijze van spreken en later wel met een sterke computer of een paar mining apparaten. Maar tegenwoordig moet je toch al serieus wat apparaten hebben en het verbruikt enorm veel elektriciteit. En elektriciteit is duur in België. Dus de meeste landen waar mijners zitten, zijn landen waar de elektriciteit goedkoop is. Dat is één. Je kan niet alleen bitcoin mijnen. Eigenlijk alle cryptocurrencies die met proof of work werken, kan je gaan mijnen. Maar er is momenteel een wereldwijd tekort aan miningapparaten. Dat heeft mede te maken met het wereldwijde tekort aan chips. En je hoort ook dat de autofabrieken worden stilgelegd. Dat is hetzelfde probleem. Die chips zitten overal in, ook in miningapparaten. Dus je vindt er alleen tweedehands, maar die zijn meestal gedateerd. Dat raad ik af. Of er is je kan er sommige vinden, zogezegd nieuw, maar zou ik zeer afraden. Een wel betrouwbare leverancier is Bitmain. Maar daar is momenteel ook alles uitverkocht. Nu, stel dat je binnenkort toch terug apparaten zou krijgen, dan is het inderdaad een kwestie van met behulp van een IT'er, of als je zelf IT-kundig genoeg bent, moet je gewoon de juiste software downloaden en je kan ermee beginnen. Ken je dat niet, dan kan je beroep doen op een consultant. Ik ken er één, maar dat is volledig vrijblijvend. Dat is hoddlemans.com, dus hoddelen zoals je het woord zegt, hè? HODL, mans.com. En hij geeft advies
aan mensen die meer willen weten over starten met mijnen. Ja, Maar ja. nu moet ik doorverwijzen, want dat doe ik dus zelf niet. Ah, ja, je vindt dat zelf niet interessant? Of vind je er gewoon de tijd er niet voor? Omdat het toch tijdsrovend is. Ja, nee, het is niet tijdsrovend, maar weet je, als ik iets doe, dan wil ik mij daar heel deftig in kunnen verdiepen. Ja, ja. En ik heb nog eens nog een paar andere punten op het programma staan. Dus nee, momenteel hou ik me bij traden en technische analyse. Dat is mijn Oké, ding. dat is al meer dan genoeg, Gwen. Ja, Oké, ja. We zijn aan het einde van de webinar gekomen. Bedankt voor de uitleg, Gwen. En we zien graag elkaar gedaan. Volgende week. En we gaan die niveaus in de gaten houden van Bitcoin, maar ook van Ethereum. En dan ook zien als die dominantie zich verder zet. Dus genoeg om naar uit te kijken volgende week. Ja. En we zien elkaar volgende week maandag dan terug, zelfde tijd. Oké. Dat is goed. Goedenavond. Goedenavond iedereen. Ja, bye bye. Dag.